ter uitvoering van een gestructureerd en gecoördineerd nationaal local content beleid heeft president Santokki gisteren de Local Content Board ingesteld. Dit team, onder voorzitterschap van Arlene Emanuels, zal zich focussen op de standaarden van goederen en diensten en is tot en met 31 juli 2025 belast bij de coördinatie hiervan. Het doel van het ontwikkelen van het Nationaal Local Content Beleid is om de waarde te vergroten die wordt gegenereerd door de exploitatie van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen, niet uitgesloten olie en gas, die de economie ten goede komt. De regering heeft de stuurgroep ontwikkeling palmolie-industrie Marowijne ingesteld om onderzoek te verrichten naar de continuering van het palmolieproject in het Patamaka-gebied en het inventariseren en evalueren van de overeenkomst tussen de Republiek Suriname en China's Zhongtai Investment Corporation Limited. Het betreft een project dat 19 jaren geleden reeds uitgevoerd zou moeten worden en bij wet is goedgekeurd. De werkgroep moet na een gedegen onderzoek advies uitbrengen aan de regering. Meer dan 200 leerlingen van de OS Scrutchy in Ikeri wachten op 2 oktober een fijne verrassing. De school is volledig gerenoveerd en heeft ook nieuw meubilair. Dit gebeurde door PPG Farossio. Afgelopen zaterdag zijn de schilderwerkzaamheden begonnen vanuit Colorful Communities, het programma waarmee PPG samen met lokale betrokkenen voorzieningen opknapt en mooi maakt. Dit project begon in 2022 met een donatieaanvraag voor verf om de mediatheek te schilderen. Echter was er meer nodig. PPG ging akkoord en de school onderging een volledige renovatie.